Wat een ding. Yo jongens, meisjes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik weer een leuke dag. Want ik ga eerst nu straks richting Rotterdam een auto terugbrengen die ik een avondje, nou ik wil zeggen een dagje, maar ik heb een avondje meegekregen om eventjes te kijken wat ik ervan vond. Het is een Range Rover Sport, ik ga hem zo aan jullie laten zien. En ik heb daar een testrit in gedaan en het is echt een hele fijne auto. Maar die ga ik zo weer terugbrengen en dan moet ik daarna richting Amsterdam, want ik moet ADR'en voor de slijmfilm. En jullie denken misschien ADR, wat is dat? Maar ADR is zeg maar tekstjes opnieuw zeggen in een microfoon, omdat het bij de opnames bijvoorbeeld niet helemaal lekker ging of dat het... ja, gewoon niet klopt of zo. Dus dan moet ik dat overnieuw doen. Dus dat is mijn dag. En in de avond ga ik weer voetballen met Creators FC tegen een damesteam. Dus het wordt een hele leuke drukke dag. Dus ik ga jullie weer meenemen. En trouwens, als je nog niet geabonneerd bent, moet je dat eventjes doen. Want we gaan hartstikke lekker. Dus als je nog niet... Doe maar even abonneren. Toch? Wat doe je? Oh. Oh, kijk eens eventjes. Dit is hem dan. De Range Rover Sport Hybrid met 400 pk. Wat een ding. Moet je eens even kijken wat een kanon dit is. Ik vind hem zo chill rijden. Het is niet normaal. Maar wat ik dus al zei, ik heb dus meegekregen een avondje om gewoon te checken wat ik ervan vond. Want ik had hier een testrit in gemaakt en hij zei van neem hem gewoon even mee. Kijk wat je, of je het echt heel erg nice vindt. En ik moet zeggen, ik vind het echt heel vet. Want sinds Gio Range Rover rijdt en ik daar een paar keer in heb gereden, ben ik ook helemaal verkocht. Alleen, momenteel is het gewoon eventjes nog echt een beetje te veel. Een net iets te grote stap voor mij, om gewoon eerlijk te zijn. Het is, het zou eigenlijk een beetje dom zijn als ik dat zou doen. Ook financieel niet de slimste keus. Dus dat gaat er niet worden. Dus dan moeten we hem ook weer terugbrengen. Lijkt me logisch. Maar goed, Gio die gaat straks achter mij aanrijden. En dan gaat hij mij ophalen daar. En dan brengt hij me weer terug. En dan ga ik met mijn eigen auto ga ik richting Amsterdam. Dus het wordt allemaal lekker een beetje opschieten. Maar wauw. Ja, jeetje, wat een ding. Kijk eens. Wat ik ook zo dik vind van Range Rover is dit hier. Gewoon de middenconsole en al die media dingen. Dat het allemaal touchscreen is. Het is zo'n lijpe auto. Het is echt een coole auto. Maar goed. Weet je dat? Wat ik al zei, het is nu gewoon nog een te grote stap. Maar wie weet over een jaar, misschien wie weet over een half jaar. Maar gewoon nu nog eventjes niet. Het is allemaal net even te veel. Hey, eerlijk, ze staan wel dik bij elkaar. Ja, dat wel. Yep, het is weer zover. Ik zit weer in mijn eigen auto en ik heb net even snel een broodje gehaald bij de Shell. Want jullie weten, ik ben verslaafd aan de broodjes van de Shell. Kijk eens, we zijn in de studio en dit is Benjamin en die gaat eventjes alles voor mij opnemen. Maar kijk, hier op beeld zie je dus al een klein stukje van de film. En dit is voor de slijmfilm, de grote slijmfilm, deel 2. En daar speel ik natuurlijk weer Daan in. Alleen er zijn een paar dingetjes die nog niet helemaal goed zijn gegaan of dingetjes die we nog moeten toevoegen. Dus dat ga ik dan nu eventjes doen. Eventjes een paar dingen in zinnetjes inspreken en dan is het helemaal ready gewoon. Ja, want die zou nog binnenkomen, maar die heb ik eigenlijk nog niet voorbij zien komen. Heb jij die wel gezien al dan? Hier zie ik dan de beelden en hier is de microfoon en ik sta hier dan op te nemen. En dan gaat hij alles erin plakken, maar het is zo leuk, want ik kan nu al een beetje stukjes zien van de film. Maar ik ga jullie lekker niets laten zien, want dan moeten jullie zelf maar gaan kijken in de bioscoop. Maar het ziet er erg leuk uit. We zijn alweer klaar met ADR'en. En weet je wat ik zo leuk vind aan ADR'en, zeg maar? Dat is de eerste keer dat je stukjes van de film ziet. Want je ziet dan kleine stukjes en dan moet je zeg maar opnieuw... ik moet eigenlijk opnieuw mijn eigen tekst zeggen. Omdat er iets verkeerd werd gezegd. Of er moet nog een geluidje worden nagemaakt. Of er moet op de achtergrond moet je alleen nog maar hijgen of zo in een scène. Weet je, allemaal van die sound effects moet je gaan opnemen. Maar je ziet dus al stukjes van de film. Dus dat is hartstikke leuk. Maar goed, ik ben nu weer onderweg richting Rotterdam. En ik heb afgesproken met Danny, dat is de gast met de blauwe Porsche. Jullie zien hem waarschijnlijk wel vaker voorbij komen op Insta. Maar we gaan eventjes naar de stad, we gaan even lekker een broodje halen. Of een smoothie, of gewoon, we gaan eventjes iets doen. We gaan gewoon even gezellig een stukje rijden naar de stad. En dan vanavond gaan we voetballen met Creators FC. En oh, wat heb ik daar zin in. Oh, en het is ook weer echt fantastisch weer buiten. Je zonnetje schijnt, blauwe lucht en lekker rijden. En ik moet ook zeggen jongens, eigenlijk moet ik helemaal geen nieuwe auto kopen, want... dit blijft gewoon echt zo'n fucking chille auto. Echt een kanon en ik ben hier nog steeds hartstikke blij mee. Uit. Uit. Uitzetten uit. Die motor. Nee, laat me terug. Uitzetten die motor. Nee, maar het klinkt gewoon te hard. Kijk even, mijn auto is heel vies. Overal poep. Hij is gewoon smerig. En we zijn hier bij het washof. Dus we gaan hem eventjes lekker afspuiten. En dan weer helemaal clean maken.
Wat zit je nou met mijn broer te praten, joh? Gekke geit. Let's go. Nou, moet je eens even kijken, joh. Hij glanst weer helemaal en is weer helemaal schoon. Dus ik kan er weer lekker tegenaan. Zoals jullie zien, Danny rijdt nu voor me. Maar dat geluid van Danny's Porsche is niet normaal. Dat blijft zo fucking absurd hard. Het is echt bizar. Oh, nou, die staat de Ben je aan het laten lossen, jij? Ik ben aan het laten lossen, ja. hij zet hem ook gewoon op die plek neer. Ja, scheid, joh. Kijk eens even, het zonnetje schijnt. Hey, influencer. Proost. Wat? Doei, doei. Ja, dat mag ik. Wel, als je Porsche koopt, mag dat. Ja? Ja. Oké. Je hebt 12 pieterleetjes. Nou, hey, doe jij, Dan? Nee, ik hoef niet te zitten. Zeker? Dag, Dan. Ik ga lekker voetballen. Succes. Ga je lekker voetballen? Veel plezier. Geniet ervan. Komt helemaal goed. Goed. Later. Zo, ik weet niet of jullie dit zien, maar er staat hier iets in de fik. Holy shit. Volgens mij zijn hier huizen achter. Zo, we rijden weer krimpen in. Ik vind het zo lekker om lekker gewoon een beetje in het zonnetje te zitten. Lekker een biertje drinken. En ik ben nu weer onderweg naar Krimpen. Ik ben er bijna. En dan ga ik eventjes even mijn spullen pakken. En dan ga ik richting IJsselstein. En dan gaan we lekker voetballen. Ik heb er zin in. En ik heb gewoon echt, ik heb gewoon zin om te voetballen. Echt lang niet meer gedaan. Creators FC is sowieso maar iets van één keer per maand of zo. Als het één keer per maand is. Meestal is het niet eens. Eén keer per maand, misschien één keer in de twee maanden. En daarom heb ik er extra veel zin in. Dus ik ga even lekker mijn spullen pakken zo. En dan gaan we richting IJsselstein. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Ik kom thuis en opeens staat er een trampoline in de tuin. Waarschijnlijk heeft de geodesie hier neergezet. Ik weet niet waarom, maar... nice. Chill. Maar jij dacht, ik zet gewoon even trampoline in de tuin. Ja? Waarom? Gewoon, had ik zin in, jongen. Wat was je idee hierbij? Jongen, ik ga lekker trampoline springen. Ja? Nou ja, het leek mij leuk als we gewoon met dit ding dan op de zwemvijver in kunnen. Of gewoon daar de vijver in. Weet je? Succes. Dankjewel. Ja, het spijt me, maar ik ga het weer zeggen. Ik ben weer aan de late kant. Maar gelukkig bij Creators FC maakt het niet heel erg veel uit. Maar ik moet nu wel echt snel weggaan, want anders kom ik wel echt veel te laat. Maar ik moest nog even... ja, je ziet het misschien niet goed, maar hier staat Jade met de vader van Jade. Zit er mij uit te lachen? Foto? Nee, sorry, niet in hier in de buurt foto's. Of ik die bekende danser ben, ja. So you think you can dance? Ja. Daar doe je. Thanks. Oh, wat een gekkigheid. Maar goed, ik ga nu snel naar IJsselstein en dan gaan we lekker voetballen. Zijn we weer, hè? Ja, we leuk, hè? Leuk. Hey jongens, ik heb het gevoel dat we helemaal kapot worden gemaakt vandaag. Nee. Ik zag ze net spelen. Nee, gast. Nee, ze zijn echt goed. Wij gaan allemaal kapot gemaakt worden. We hebben heel veel camera's hier. Nee, maar één. Even eerlijk. Ik zag ze net inlopen, het is best heftig. Ze waren echt allemaal in pakjes, allemaal fanatiek en zo. Ja, precies. Voor de mensen die het nog niet weten, we spelen tegen dames. Dus dat wordt een woord dingetje, onder 17. Ja, maar wij zijn vrij gezellig, dus ja. Hey. Misschien winnen we wel op twee manieren. Wij spelen niet tegen de dames, wij spelen met de dames! Holy shit, gast. Wow, dom. Donkapsel. Ga je nu met me mee? Huh? Ga je ook echt met kleur? Ja, ik ga ook. Is dat op camera? Ja, ik ga ook. Welke kleur ga jij? Ook wit. Ja? Ja, ik ga gewoon helemaal wit. Ik moest even drie keer in de blue version. Het past best wel bij hem, hoor. Maar ik wil je nou gewoon geen paars. Het is gewoon even wennen, maar het ziet er wel lijp uit. Ja, maar als we wennen voor mezelf, dan zeg je het. Ja. Waarom nu? Kom. Oh, we moeten beginnen. We zitten weer in de kleedkamer en ik heb niks van de wedstrijd gefilmd, maar we hebben gewonnen. Oh, kijk. Nu gaan ze geilen. Nu gaan die meiden geilen, hoor. Oh, doe ze. Hey. Ik vond het wel een beetje jammer dat mannetjes zoals jij en Nick en zo die chickies niet eens het doel moet gaan. Jawel, ik liet de bal gewoon gaan. Wat voor shirt heb je in je handen? Oh. Damn. Aandenken. Nice! Ik scoor mijn allereerste doelpunt, trek mijn shirt uit en krijg een gele kaart. What the fuck? Kijk, mooi. Ja, stop. Maar goed, we hebben dus gewonnen. En Luca die ging met een ander team meedoen met de meiden. Omdat die, daar voelde zichzelf iets meer thuis. Toch, Luca? Omdat jij kap is geweest. Ja. Hé, zullen wij even naar de... Ja, dat moet afschieten, hè? Want het is bijna aan deze... Naar de... Naar de...
McDonald's! Dames en heren die kijken. En ben ik een abonneer. Als jij nou abonneert, dan wordt Vince heel Hoe gelukkig. Hoeveel erbij? Heeft een hele wijde lens. Gelukkig zijn jullie nog niet geabonneerd. Wist je dat 50% die dit kijkt niet geabonneerd is? Dat is bizar! Hé joh! Even abonneren! Hey, thanks boys! Maar, is dit dan de Gio-vlog? Nee, dit is mijn vlog. Oh, je hebt ook een eigen vlog. Hey, kan je dat misschien even uitgeven van net? Ze willen alleen in de vlog van Gio. Stuur maar factuur, stuur maar factuur, boys. Hebben wij een beker? Neem mijn huis. Lentecup. Ik vind dat ik deze vlog. Nee, hij is er bij de tegenstanders. Optieven. Af, terug. Nee, terug. Wat is dit? Je kan ook echt nooit even normaal doen, Pik. Wat dan? Nou, wat dan? Nou, CT staat ook lekker op het veld. Ik denk dat dit... Een soort zombie-apocalypse. Ik denk dat dit chaos wordt. Gewoon The Walking Dead. Oh. Gaan we op een foto? Gaan we foto's doen of niet? Of gaan we gewoon keihard wegrennen? Keihard rennen. Miek, doe alsjeblieft rustig. Doe alsjeblieft eventjes rustig. Sorry, ik ben honger. Ja, dat mag. Dat is oké. Okay. Iedereen heeft wel eens een keer honger. Dat maakt echt niet uit hoor, Jopie. Hey, hoe gaat het met onze podcast? Ja, de podcast. Goed, ja, het gaat ziek. Ja, iedereen gaat luisteren. Iedereen luistert het. Ja. Dus heb jij het nog niet geluisterd? Dan moet je even checken op Spotify. De Lekker Slap Lullende Podcast. Ga maar checken. Chupapi. Chupapi, wil jij jou? Ja. Zo, ik ben weer lekker thuis en moet je kijken, het is opeens ochtend en licht. Nee, ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Ik ben gisteravond lekker naar huis gegaan en toen hebben we een lekker drankje gedronken met z'n allen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Maar goed, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Dus vonden jullie het een leuke video, laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.